Dit programma wordt u aangeboden door Jos Beres Wijnkoperij. Jos, lekkere wijn, prima service. Hier straat helemaal vandaag met Ernst Faber, Ernest Faber, over FC Groningen, hij is trainer van de FC, iedereen weet het. Even de actualiteit, die is gisteren, niet vanwege mijn sjaal en vanwege mijn liefde voor de club, maar ik vind wel, zonder chauvinisme, dat gewoon 3 punten normaal was geweest. Hé, het eerste kwartier was goed. Het is niet genoeg, eerste kwartier. Nee, jammer genoeg niet. Nee. Maar het was nulletje 5 geworden. Nee, het eerste kwartier had je wel toe moeten slaan. Ja. Veel meer lengte in de ploeg, veel meer kracht, veel meer power. Als je dan eerste kwartier 1 of 2 keer scoort, dan ben je er vanaf. En dan gebeurt dat niet. Weer met 0-4. Ja, dat was normaal geweest. Dat loopt mijn tegenstander van gisteren. Wie? Kijk. Hoe heet die? Oh, Joker. Hey, Joker. Wat is mogelijk, Henk? Heb je hem? Dat is toch de rechtsback van Heerenveen? Centrale verdediger. Ja, goede speler. Ja, zeker. Had jij die bij gewild, die doken? Nee. Nee? We zijn Groningen. Nee, maar nou, kun jij dat dan eens voor de kijkers van Herenstraat helemaal eens een keer verklaren hoe dat dan kan? Zo. Je komt zo uit de stadblokken, kwartiertje, en dan opeens zakt het in. Hoe kan dat? Ik denk niet dat het inzakt, Pieter. Ben nou, niet nou, nou, het werd wel een stukje minder. Opeens nam Heerenveen weer het initiatief. Waarin dan? Ja. Dat is in de rende aan het voetbal, zeggen ze dan. Maar kun je dat verklaren hoe dat komt? Nee, de enige verklaring die je een beetje zou kunnen geven is dat je moet ook een beetje geluk hebben. Als dat even tegen zit, dan geeft dat de tegenstander altijd hoop en extra energie. Ja. En zit je zelf soms met een precies pijnlijk kleine teleurstelling dat je zegt van nou, godverdikke me. Goed, even alles stabiliseren zoals het mooi heet. Ja. Niet te moeilijk doen, ook niet te veel nadenken vaak. Iedereen denkt heel veel na, ja. Voetballers ook. Zesde zintuig. Op dat moment moet je meer naar dat zesde zintuig. Meer op en kun jij daar dan als trainer nog iets aan doen aan de kant? Want met alle respect, Henk, hè? Niet om de Faber, nou trainer van FC Groningen. Maar zo'n streppel, hè? Een oude speler van Helmond Sport. Die staat echt 2 keer 45 minuten staat hier te wijzen en te schreeuwen. Piet, heeft geen enkele zin. Nee, precies, Henk, daar. Nou. Of wel? Ik heb zelf ook in het veld gestaan. Poh, luister je er wel naar? Dat is nou, je hoort van alles, schreeuwen langs de zijkant. En het moment dat je tijd hebt om elkaar te bereiken is als het spel stil ligt. Ja. Maar anders hoor je alleen maar in de verte iets. Je hoort iets geschreeuwd, maar dat kan ook publiek zijn. Ja. Maar je weet dat het trainer is, maar dat komt heel moeilijk binnen. Maar heeft geen zin. Is er dan geen speler zoals bij Heerenveen? Zijn die spelers zo weinig mondig dat ze dan niet tegen zo'n streppel zeggen? Trainer, kan het alsjeblieft wat minder? Maar Pieter, zeert me niks, want het is niet onze ploeg. Nee, nee, maar nee. Gewoon nee, een beetje aan eigen spelers. Nee, maar ik vergelijk het met jou, weet je wel. Nee. De rust zelf. Af en toe, dan zie ik aan jouw gezichtsuitdrukking dat je ervan baalt. Of dat je het goed vindt. Maar die streppel, er zit geen enkele structuur in. Nee, in principe hebben wij onze spelers voorbereid. En mocht je dan nog te veel dingen moeten wijzigen, heb ik ze niet goed voorbereid. Ja. Dus het is alleen meer van, nou jongens, als het spel stil ligt, wat zijn de afspraken? Daar gaan we ons aan houden. En meer hoef je niet te doen. Over voorbereiding gesproken, hey, dat is een mooi bruggetje. Ik heb namelijk ook voorbereid. Want jij hebt iets gezegd. Nee, want jij hebt iets gezegd. Dat deed mij zo goed. Je hebt gezegd van wij waren niet doortastend genoeg voor de goal van de tegenstander. Want er had meer ingezeten. Ja. Soms moet je voelen waar je moet gaan staan bij corners. Soms moet je gaan voelen waar je moet gaan lopen voor de goal om een doelpunt te maken. Dat moet je gewoon. Dus ik zal niet zeggen dat het gokken is, maar het is wel een soort gevoel, zesde zintuig. Gok me. Instinct, ja. Hey, die bal gaat daar komen, dan moet je erop gokken, op rekenen.
Ja. Ja, dat hadden we te weinig gisteren. Precies, precies, precies. En dan heb jij nog iets gezegd, want die vergelijking trek ik niet. Want Groningen heeft zowel in Utrecht als ook in Almelo een geweldige uitwedstrijd gespeeld. Ja. Maar jij hebt gezegd van, als dezelfde effectiviteit, als we die gisteren hadden gehad, zoals in de wedstrijd tegen Heracles, hadden we gewonnen. Ja, ja. In de omschakeling. Ja. Ja. Zit daar waarheid in? Ja, 100%. Ja. 100%. Ja. In die wedstrijden rekenden wij erop dat we die bal kregen en dat die daar ergens viel. En stonden we klaar om die bal te ontvangen. Nu waren we vaak, we kregen de bal en we moesten nog reageren. Dan kost het iets te veel tijd, zeker tegen een goede tegenstander, om daar doorheen te spelen. Ja. Ja, dan ben je niet effectief genoeg en doortastend. Even de tussendoor zo, maar ik las vandaag even de krant, weet je wel. Niks ten nadele van welke collega dan ook. Maar dan zie ik de cijfers en dan kijk ik naar die eerste man, Pat, die krijgt dan een 6. Dan denk ik, maar hoe is dat nou? Heeft die manager dat dan, heeft hij een andere wedstrijd gezien dan ik? Ja, die padden toch gewoon. Kijk jij nog naar die punten? Ja, nou, ik kijk er wel naar. Weet je hoe ik daarop kom? Omdat ik tegen jou wil zeggen van, wij hebben wel een hele goede keeper, hè, Ernest? Nou, we hebben een hele goede keeper. Ja. En ik denk, zo goed dat hij zelfs naar een niveau hoger kan. Ja, absoluut. Ik denk dat hij wel uiteindelijk bij de top 3 moet kunnen komen. Hebben wij een keeper die punten voor de club pakt of niet? Ja, zeker. Oh, en dat is belangrijk, hè? Ja, heel belangrijk. Toch? Zeker straks super extra belangrijk. Druk om staan, heb je dat soort keepers nodig. Nou, heb je ook hele oude commentatoren, hè? Je hebt hele oude commentatoren. Je hebt nog oudere commentatoren. Ja. En je hebt Ronde Rijk. En weet je wat Ronde Rijk gisteren zei? Nee. Heb ik onthouden? Ja. Het gaat goed komen met de FC en Faber. Ja. Dat zei Ron, een beetje laat, maar toch. Ja. Goed, die berichtjes kregen ook uit het zuiden. Die waren ook allemaal zeer positief. Ja, hè? Ja. Er is niks aan het trainen, komt allemaal goed. Gaat echt de goede kant op. Hoe moeilijk heb jij het gehad in het begin? Hoe zwaar waren de nachten? Nee, goed, je weet, Brabantse nachten zijn sowieso... Ja, die zijn sowieso lang. En zwaar, dus die worden iets zwaarder. Nee, maar... Nee, ja, goed, het kost veel energie, omdat je gaat ergens mee beginnen. Andere manier van, manier van werken dan, wat anders trainen, wat langer op de club. Ja, als dan nog resultaten tegenvallen, dat is niet prettig. Oh, niet prettig. Dat moet verschrikkelijk zijn geweest. Komt er alles over je heen, maar ja, het is ook het voetballeven, zeker het trainersleven. Ja, daar ben ik nu al inmiddels aan gewend en dan maakt het wel makkelijker. Nou, heb jij natuurlijk als trainer bij Eindhoven heb je goed gepresteerd. Ja. Je hebt bij NEC heb je heel goed gepresteerd. Ja. Dan krijg je ook heel gauw het stempel opgedrukt van de kroonprins. Hè? En dan heb ik altijd een bepaalde huivering. Ja. Dan denk ik aan Maaskans en nog meer van die types wat heel slecht mee is afgelopen. Dan denk ik, maar kijk, ik vind met alle respect voor jou, maar kijk, als jij goed gepresteerd bij Eindhoven en NEC, dan moet je het toch nog allemaal maar laten zien. En nou zit je bij een club waar je het kunt laten zien, toch? Ja, maar goed, Pieter. Ja. Ja. Ja, nee, maar jij vindt jezelf ook geen kroonprins, toch? Of wel? Nee, daar heb ik helemaal niks mee. Nee, daar bedoel ik ook alleen het woord al, Henk. Dat zou ik ook tegen jou kunnen zeggen, na 500 keer op die bakfiets. De kroonprins van de Herenstraat. Maar dat is niks. Maar wie heeft dat verzonnen dan? Wie? Kroonprins. Wie heeft dat verzonnen? Ik heb dat ooit wel eens gelezen. Ik heb wel eens gelezen dat Faber is toch iemand die er aan gaat komen. En dan krijg je gauw dat stempel opgedrukt van hij heeft bij twee clubs goed gepresteerd. Dat is ook zo mooi. Hij heeft de route afgewerkt die je als trainer moet afwerken. Hij is assistent geweest bij grote trainers. Ja. Hè? Ja. En nu presteert hij zelf. Ja, mooi toch? Ja. Ik heb er niks mee, Piet, meen ik echt. En er valt ook helemaal niks te plannen in het trainersvak. Het is best zo goed als je laatste wedstrijd. Dus, maar weet je wat ik hier gewoon alweer drie kwart Herenstraat helemaal zeg tegen jou? Ja. FC Groningen wordt gewoon weer zeumde. Ja, ja, wij gaan gewoon play-offs halen. Ja, gewoon. Geen probleem. Ja. Dat zeg jij nu ook toch? Ja. Hè? Ja, ja. Ja. Dat gevoel, dat kun je eigenlijk ook zeggen omdat je weet dat het gebeurt. Ik voel het ook. Het is gevoel van de spelers, gevoel van de staf, gevoel van de mensen eromheen. Het voel je zelfs bij de tegenstander die onze hele vervelende ploeg vinden om tegen te spelen. Ja. Voelt niet prettig. Heerenveen ook, dat kon je gisteren zien. Het mooiste compliment is dat ze allemaal nog over ons spel hebben. Dat is het mooiste compliment dat je kunt krijgen. Dat betekent geen aandacht meer op je eigen ploeg, maar naar de tegenstander. Nou ja, dan hebben we het goed gedaan. Hey, en de sfeer is goed, hè? Dat kun je zien. Het is wel, ze staan wel bokje voor elkaar. Ja. Dat heb je er wel ingebracht? Ja, dat doen we samen natuurlijk. Ja, nee, maar dit is wel zo. Er ontstaat een beetje als het minder gaat, hè? In het begin, dan ga je
ga je mensen overhouden die ervoor willen gaan. Dat moet je hebben. Ron de Rijk heeft nog iets gezegd, waar ik het wel mee eens ben. Ron heeft gezegd van het is niet spectaculair, het is degelijk, het is solide. Inderdaad over die goede sfeer. Maar ik heb daar zelf bij aangevuld, het is niet bruisend. Het sprankelt niet. En het jammerlijke vind ik eigenlijk, met alle respect voor de spelers hoor, want ik hou van die club, maar... Er zijn zo weinig voetballers meer anders waar je voor naar het stadion gaat. Okay. Echt, vroeger ging ik voor Durovski. Ja. En zo zijn er voorbeelden zat. Echte spelers waarvan je zegt van daar ga ik voor naar het voetbal. Maar er gebeurt altijd iets. Het is een beetje eenheidsworst. Nee, maar je moet het een beetje uitsmeren over de toekomst. We zijn aan het bouwen aan een nieuw huis. Dus dan begin je eerst bij een goed fundament. Een goede vloer moet je neerleggen. Ja. En dan ga je langzaam opbouwen tot... Een mooi sprankelend, bruisend huis waar voor mensen naar het stadion komen. Ja. Dus je moet jezelf ook soms de tijd gunnen. En die tijd is er helaas niet in het voetbalwereld. Maar, het is wel een mooie club, hè? Hele mooie club. Een geweldige club om te trainen. Ja, maar ik ben hier, ik vind het fantastisch om terug te komen. Ja, toch? Ik heb hier een half jaar gespeeld als speler. Ja, heb ik jou nog geïnterviewd 20 jaar geleden. Ja, klopt. Ja. Daarom vind ik het geweldig om terug te zijn. Ja. En een mooie stad, je hebt hier alles. En nu is het cirkel rond natuurlijk, of niet? Dus je hebt die club, je hebt gespeeld, ja, je bent die trainer en je loopt hier in de straat helemaal. Ja, en play-offs halen, dan is zeker rond. En de play-offs? Ja, dan is het zeker niet rond. Ja. Hey, en je hebt voor 2 jaar getekend, hè? Ja, ja. Nou ja, die ga je natuurlijk uitzoeken. Maar net zoals je zegt, er staat niks vast, maar als trainer zijnde. Nee. Maar het is wel, ik voel wel aan jou dat je denkt, als ik iets wil afmaken, is deze klus. Nou, niet alleen deze, maar wel een keer tijd dat ik iets afmaak. Ja, nee, precies. Je gaat snel weg, hè? Nee, maar je komt hier... Wat ik net al zei, om iets moois neer te zetten. We hebben daar een topsportzorgcentrum. Alles moet daar compleet zijn, een nieuw complex. Ja. Dat wil ik wel graag afmaken, want het is een heel mooi project. Het zou mooi zijn als je mee kunt werken aan een solide basis voor de komende jaren voor FC Groningen. Ja. Waarin er dan een mooie toekomst voor ligt. Tot slot alweer van deze wandeling. Tête-à-tête, trainer. Interviewer, NEC. Nog even heel kort, hè? Die NEC. Wat jou daar is gebeurd. Daar zet je iets neer. Ja. Publiek loopt met je weg, spelers lopen met je weg, club loopt met je weg. Ja. Dan begrijp je als geen ander denk ik, de kritiek toen jij hier naartoe ging. Ja. Eigenlijk is dat iets wat je maar 1 keer wil meemaken, denk ik. Ja, heel simpel, Piet. Als de huidige directeur had gezegd, nou Ernst, het is onbespreekbaar dat je gaat, was ik gewoon gebleven. Ik had geen clausules, ik had niks in mijn contract. Nee. Dan was ik gewoon gebleven. Was je gebleven. Maar hij heeft uiteindelijk zijn we een gesprek aangegaan met Hans Nijland. Ja. En had hij nog een keer kunnen zeggen, nee, wil hem graag houden, dan was het afgelopen geweest. Ja. Maar hij heeft gezegd toen, het is bespreekbaar. Ja. Nou, goed, dan is daar een signaal voor mij om te zeggen, oké. Enerzijds ben je misschien tevreden, anderzijds wil je van me af. Anders had je gezegd onbespreekbaar. Henk, wie wil er nou geen trainer worden van de mooiste club van Nederland? Daar kun je toch geen nee tegen zeggen? Jij kiest in de camera. Handgeven. Het is afgelopen. Piet. Je kiest in de camera uit Louis van Gaal of Dick Advocaat. Dick Advocaat. Ja, ik heb niet anders verwacht. Ja, die kan op. En dat is Faber. Ja, die kan op. Die kan uit beeld. Ik deze kant. Nou, het is allemaal wel duidelijk, jongen. Prima trainer. En hij heeft gezegd, en dat vind ik wel mooi, we worden gewoon 7e.